Ik open de raadsvergadering van 16 november 2016. Onze begrotingsbehandeling. Dat is een bijzondere vergadering vandaag. Iedereen van harte welkom. Ook aan het publiek en ambtenaren die ons gaan ondersteunen vandaag. Zoals gezegd, het is de begrotingsbehandeling. Dus het is gebruikelijk dat de wethouder Financiën met het koffertje komt. En we zijn heel benieuwd dit jaar wat erin zit. Klinkt een beetje als een soort Sinterklaas gedachte. Dan moet het de technieken doen. Ja, weet je niet dat. De begroting, voorzitter. Dankjewel. Nou, dit is hem, jongens. En digitaal, hè? Dankjewel. Ja, dat was even ingewikkeld met het kaartje wat er bij mij zit. Dan kom ik alleen in beeld. Dank u wel. Inderdaad, dit jaar ook voor het eerst dat de begroting helemaal digitaal ook te raadplegen is. U ziet ook de griffier en ik heb speciaal voor de begrotingsbehandeling onze kleding afgestemd. Dus daar is intensief overleg over geweest gisteravond. Dat allemaal bij de opening. Ik geef het woord graag aan de griffier. Dank u, voorzitter. Bericht van verhindering is niet binnengekomen, maar mevrouw Dukesnooy komt later. Er heeft zich als inspreker gemeld voor een onderwerp vreemd aan de orde van deze vergadering. Dat is mevrouw Den Ouden in zaken schoolzwemmen, mede namens andere ouders. Uw voorzitter, stelt u voor om mevrouw Den Ouden te laten inspreken voordat agendapunt 6 aanvangt. Op uw tafel treft u aan een souvenirpen uit New York die u is aangeboden door de heer Verspuy als aandenken aan zijn recente reis naar deze stad. Hij wil nogmaals tot uitdrukking brengen zijn dank en waardering voor het verplaatsen van de begrotingsraad naar vandaag. Hij heeft me bovendien verzocht u mede te delen dat hij op de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten geen invloed heeft uitgeoefend. Op uw tafel treft u ook aan. Het rode motie-amendementenboekje voor de publieke tribune is dezelfde informatie beschikbaar, maar dan zonder rode map. U heeft ook aangetroffen op uw tafel een overzicht van de fractie- en collegeruimten, wie zit waar, tijdens schorsingen en tijdens de maaltijd. En op uw tafel heeft u ook aangetroffen een door u in te vullen en bij mij in te leveren verklaring, inhouding op de raadsvergoeding ten behoeve van de Stichting Raad Tiel. Er zijn geen vragen voor het vragenuur ingediend en ik verzoek mevrouw Stoeten, Vlag, de heer Smits, de heer Henning en de heer Seipkes zich bij mij te vervoegen tijdens de schorsing ten behoeve van de beantwoording van het college. Het betreft een verzoek van de provincie in het kader van de omgevingswet. Voorzitter, dit waren mijn mededelingen. Dank u wel. We komen bij het vaststellen agenda en van de agenda. Met inbegrip van het voorstel om mevrouw de Oudere voor agenda punt 6 te laten inspreken. Kunt u voor het overige instemmen met de voorliggende agenda? Dat is het geval, is de agenda vastgesteld. Dan komen we bij het trekken van het voorkeursnummer. Nummer 10. Mevrouw Roders. Mevrouw Roders van Geldermalsen, proficiat. Dat betekent dat bij u de eventuele hoofdelijke stemmingen, dat zou zomaar kunnen vandaag, zullen aanvangen. Dan komen we bij het verslag van de commissie beleidscyclus.
Die staat eigenlijk een beetje vreemd op de agenda, maar wou voorstellen om die voor kennisgeving aan te nemen. Want hij komt natuurlijk ook nog aan de orde in de commissie beleidsziekers zelf. Ja, dan hebben we agenda punt 4, dat zijn de ingekomen stukken. En daarvoor wil ik eigenlijk voorstellen, die zijn ter kennisname, verslag van de regionale agendacommissie en informatienota motie schoolzwemmen. En ik neem aan dat dat tweede onderwerp is, het schoolzwemmen, dat u dat zult betrekken bij de beraadslagingen vanmiddag. Kunt u daar verder mee instemmen op deze wijze? Dat is het geval. Dan komen we bij de kaders van het regionaal investeringsfonds. Dan laat ik voor het gemak maar even links omgaan. Mevrouw Under. Heeft u... Wie over het investeringsfonds? De heer Zuidema. De heer Groen. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn vooraf wat kritisch geweest op dit dossier. Vooral omdat wij als fractie vonden dat we de onderbouwing misten. Het gaat over een bedrag van 3 euro per inwoner. En met het stuk wat voor ons ligt, wordt duidelijk aangegeven wat de provincie voor ogen heeft met de ingelegde 3 euro. Dus wij kunnen ook akkoord gaan met dit voorstel. Dank u wel. Wie verder in eerste termijn over dit voorstel? Ja, de heer Sijpkes. Dank u, voorzitter. Ook wij gaan akkoord met dit voorstel om 3 euro in het regionaal investeringsfonds te doen per inwoner. Hier wordt ook verwezen naar regionale raadsbijeenkomst van 14 september, waar dit ook uitvoerig aan de orde is geweest. We hebben vragen kunnen stellen, ook in combinatie met andere raadsleden van andere gemeenten. Gisteravond was weer een raadsbijeenkomst in Maurik, ook weer een regionale bijeenkomst. Daar is kort ook weer over dit voorstel gesproken en over het fonds. En daarbij is ook aan de orde gekomen op welke wijze we als raad grip houden, grip krijgen op dergelijke regelingen. En een van de belangrijke punten die ik meegenomen heb daarin is vertrouwen. En we hebben vertrouwen dat met de nu gevormd fonds er goede dingen voor de regio en ook voor Tiel gedaan kunnen worden. En we zien daarom ook de tussentijdse rapportage komend jaar met datzelfde vertrouwen tegemoet. En we hebben er wat dat betreft veel heil in en we hopen dat het echt een succes gaat worden. Wellicht dat er links en rechts nog wel wat dingen misgaan, maar we geven dat vertrouwen en dat is iets wat we nog even willen benadrukken. Dank u wel. Wie verder in de eerste termijn? De heer Van Gurp, juist. Ook wat de VVD betreft kunnen we instemmen met hetgeen voor ligt. Er is al het nodige over gezegd en het lijkt ons verstandig om de weg die nu wordt ingeslagen ook te bewandelen. We hebben nog wel één vraag. In eerste instantie gaat het hier over een periode van 1 jaar waar we nu aan zitten denken. Er zal, vrees ik, vermoed ik, in andere gemeenteraden ook over gesproken zijn. En hoe verhoudt zich dat tot andere gemeenteraden? Ik heb het idee dat bij een aantal er wellicht sprake is van een meer langdurige periode. Wellicht dat daar een antwoord op kan komen. Het kan voor ons nog wel eens wat verschil uitmaken hoe we in komende jaren hier tegenaan zullen kijken. Dank u wel. Wie verder in eerste termijn? Niemand? Dan is er 1 vraag voor het college van de heer Van Gorp. Voorzitter, dank u wel. Om een overzicht te geven van de besluitvorming in de regio tot nu toe. Gemeente Buren, Maas en Waal, West-Maas en Waal en Culemborg hebben het inmiddels structureel in hun begroting opgenomen. De bijdrage van 3 euro per inwoner. Zaltbommel, Neder-Betuwe en Neerijnen hebben het voor 3 jaar geregeld. En Maasdriel voor 1 jaar. In de begroting zoals die hier nu voor ligt is die voor 1 jaar geregeld. Dat betekent dat wij bij de perspectievennota komend jaar dan voor 2018 opnieuw een aanvraag tegemoet krijgen. En ik wil de raad er wel op wijzen dat daar eventueel een tijdsklem in kan komen te zitten.
Want dat wordt nu natuurlijk verder uitgewerkt. Hè. De subsidieverordening moet nog worden opgesteld enzovoort. Dus nou ja, we hopen dat we de 1 januari of na 1 januari als regio natuurlijk zo snel mogelijk mee aan de gang kunnen gaan. De stukken voor onze voorjaarsbehandeling worden ook in april opgesteld. Dus de vraag is van hoeveel er gebeurd is, hoeveel je kunt evalueren in die periode, in die korte periode dat je net begonnen bent. En dat je dus eigenlijk een beslissing moet nemen ook over 2018. Met andere woorden, wat ik de raad zou willen meegeven is dat... we hebben het nu voor 1 jaar geregeld. Eigenlijk kunnen we er al niet onderuit om dat voor 2018 ook te doen. Dus wellicht moeten we kijken naar een goed moment hoe we dat kunnen regelen. Dank u wel. Geeft het nog aanleiding van uw kant voor een tweede termijn? Dat is niet het geval. Ja, de heer Zuidema. Dank u voorzitter. Ja, gehoord de wethouder lijkt het mij verstandig dat we in het presidium met elkaar even bezien in hoeverre we dit punt even agenderen voor de eerstvolgende, ik denk, commissie of raadsvergadering. Zodat we daar met elkaar over kunnen discussiëren of we dit conform de opmerkingen van de wethouder misschien naar voren kunnen schuiven of het besluit uit kunnen breiden. Dank u wel. Dat lijkt mij een prima voorstel. Dank u wel. Daarmee is dit voorstel aangenomen. Raadsbreed, dan komen wij bij de inspreekster, mevrouw Den Oude, over schoolzwemmen, voordat wij naar agenda punt 6 gaan. U mag achter het katheder staan, u heeft maximaal 5 minuten. Gaat uw gang. Zo lang gaat het niet doen. Goedemiddag, dames en heren. Dank u wel dat ik hier tijd krijg om even in te spreken namens Sportplaza Tiel, maar ook namens heel veel ouders en personeel. We hadden gehoopt dat vanavond te mogen doen, waarbij dan ook wat meer ouders, personeel en andere betrokken bij aanwezig waren geweest. Maar helaas, of gelukkig, mag ik hier toch vanmiddag gaan openen. Al eerder mocht ik u mijn zorg uitspreken over het wegbezuinigen van het schoolzwem in Tiel. Een beslissing die was genomen in 2011. Heel lang geleden en er is veel veranderd in Tiel. Na het maken van een visiedocument samen met alle schoolbesturen en Sportplaza Tiel hebben wij u inzicht gegeven in de huidige situatie in Tiel. De getallen van 43%, 48% en zelfs 52% van de kinderen die met schoolzwemmen starten, die nog geen diploma hadden, heeft u wel aan het denken gezet. Ouders zijn een petitie gestart en ongeveer 3000 handtekeningen zijn verzameld. De reddingsbrigade heeft u cijfers laten zien van landelijke ontwikkelingen. Het mooie is dat ik iedereen daarna ook wel hoorde hoe belangrijk het leren zwemmen wel is voor onze kinderen. Veiligheid staat bovenaan. Maar waar ligt nu de verantwoordelijkheid? Bij de ouders? Wie gaat dat betalen? Een vraag waar u mee worstelt. Na nogmaals overleg met schoolbesturen is het voor de scholen heel lastig om voor het schoolzwemmen te gaan betalen. Ze hebben er het geld niet voor. Hun prioriteit ligt bij andere overige taken binnen het onderwijs. Sportfonds in Nederland is wel bereid om een grote financiële bijdrage te willen leveren voor het behouden van het schoolzwemmen. Het maatschappelijk belang in Tiel is te groot. Te veel kinderen die niet kunnen zwemmen en straks nooit meer naar het zwembad toe komen. Ook bij aanvang dit schooljaar weer, wederom, 46% van de kinderen die nog geen diploma hebben in de leeftijd van 6 tot 7 jaar. 314 kinderen zijn gestart en bijna de helft daarvan kan nog niet zwemmen. Ook nieuwe cijfers van de reddingsbrigade na de zomer geven weer aan dat er 7500 hulpacties geweest zijn in het water. 309 bijna verdrinkingsdoden en zelfs 13 echt mensen die overleden zijn door een verdrinkingsdood. Slechte zwemcondities en meerdere zwemproblemen zijn de aanleiding hiervoor. Met het wegbezuinigen van het schoolzwemmen komen kinderen in de toekomst echt niet meer in aanraking met ons zwembad. Denk hierbij ook aan onze Marokkaanse, Afghaanse, Iraakse, Turkse kinderen uit Tiel. Het zijn er heel veel. Hun ouders zwemmen nu afgeschermd op een zondag. En daar liggen er gemiddeld elke zondagavond 100 tot 120 moeders in om te leren zwemmen. Maar zij komen niet door de week met hun kinderen zwemmen. Zij komen niet tijdens de recreatieve zwemuren. Ook wij moeten er met z'n allen voor zorgen dat de zwemvaardigheid behouden blijft. En helaas zien we dit alleen maar afnemen.
Ouders realiseren zich dat te weinig. En wij hebben daarom die maatschappelijke taak met z'n allen. Maar ook een leeg zwembad is niet verstandig. Kinderen moeten overal kunnen leren spelen en leren zwemmen. Voor nu, maar ook voor straks in de toekomst. Maar ook voor de toekomst van zwembad Groenendaal. Ziet u het voor zich, een half leeg zwembad? Ik hopelijk niet. We moeten de beslissing nemen voor al die kinderen in Tiel. Gelukkig zijn er in Nederland wel weer gemeentes waar het schoolzwemmen terug moet komen om de veiligheid te onderhouden. Ook omdat landelijke cijfers dat aangeven dat het niet goed gaat met de zwemveiligheid. Volgende week dinsdag is er zelfs een groot congres in Meppel, waar alleen gesproken gaat worden over het behouden van schoolzwemmen in onze gemeentes. Het programma Swim to Play, wat ik u vorige keer ook heb uit mogen leggen, is iets wat wij heel graag willen aanbieden aan onze basisschoolkinderen. Aanbieden waar behoefte aan is. Het leren van een A-diploma of de vaardigheid van het zwemmen onderhouden. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat schoolzwemmen een positief element is in onze gemeente. En laten we de rest van Nederland zien dat schoolzwemmen een aanwinst is voor het onderwijs. Zwemveilig en zwemvaardig, dat willen we toch allemaal? Dank u wel. Dank u wel. Zijn er nog vragen aan mevrouw de heer Gradissen? Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen. U zei net van sportplaatsen willen een bijdrage leveren. Dat is die 25.000 euro, denk ik, hè? Die u bedoelt. Ja, oké. Dus. Dat is de gemiddeld ongeveer 2 euro per leerling wat we in mindering gaan brengen voor het schoolzwemmen. Ja. Dat is duidelijk. En wij hebben aan het college gevraagd, door middel van een motie, bij bedoel ik gemeenteraad, om aan tafel te gaan met sportplaatsen en met de scholen. Er zijn een aantal dingen uitgekomen, maar er is geen oplossing uitgekomen voor het schoolzwemmen. Hè? Tenminste niet een kant-en-klare oplossing. Hoe kijkt u aan tegen dat proces? Van waarom is het niet tot een oplossing gekomen? En wat vindt u van de oplossingen die er wel zijn nu? Tenminste niet het schoolzwemmen, maar de andere oplossingen. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wij zijn 2 keer bij dat overleg, een LEA-overleg was dat, aanwezig geweest. En bereidheid tot het behouden van het schoolzwemmen is er zeker wel, maar de financiële middelen zijn er gewoon niet bij de schoolbesturen. Er is ook nog een onderzoek geweest bij de ouders, of de ouders eventueel bereid waren om, we hebben het dan misschien over 1 euro per week te moeten betalen. Dat blijkt toch binnen scholen best heel lastig te zijn. En daardoor hebben ze wel meegedacht naar andere oplossingen. Maar dan bereiken we dus maar een heel klein groepje wat dan na schooltijd vanuit het minimabeleid dan in aanraking komt met het leren zwemmen. En de rest dus niet. Maar dat had puur met het financiële plaatje te maken. Helaas. Dank u wel. Zijn er andere vragen nog aan mevrouw de Oude? Nee, dat is niet het geval. Dan wil ik u hartelijk bedanken. Ja. Voor het inspreken. Dan zijn wij toe aan de eerste termijn. De algemene beschouwingen van uw fracties. Ik loop even de procedure heel kort langs. We hebben in het presidium geloot voor de volgorde. Dus volgorde is het loting tot stand gekomen. Dat betekent dat we zo meteen beginnen met fractie PvdB. We hebben afgesproken dat we na de vijfde beschouwing even kort pauzeren. Dat we even koffie kunnen pakken en benen kunnen strekken. Ja, voor de rest is het business as usual. Dus dat betekent dat we na alle beschouwingen gaan schorsen voor het college om zich voor te kunnen bereiden op de beantwoording eerste termijn. Dus het woord is aan de heer Van den Burg, neem ik aan. Het blijkt dat u het kaartje mee moet nemen, want anders komt er geen geluid uit de microfoon. Goedemiddag. Vanavond of vanmiddag de derde begroting van het college in deze zittingsperiode. En hierbij wordt de tweede voortgangsrapportage 2016 en de programmabegroting 2017-2020 van de gemeente Tiel behandeld.
D66 en onze partij, de Partij van de Burgers, kwamen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen formaat 2014 als grootste verkiezingswinnaars uit de bus. Helaas hebben wij niet mogen deelnemen aan de collegevorming. Maar toch houdt onze fractie en onze commissieleden het college nauwlettend in de gaten. Nauwlettend in de gaten of onze speerpunten, die wij indertijd in ons verkiezingsprogramma hebben vastgelegd, ook ruimte krijgen in de gemeenteraad van Tiel. Dat doen wij door inbreng van moties, amendementen en inhoudelijke discussies als oppositiepartij. Wij maken vanavond voor ons en voor de burgers van Tiel de balans op. Zaken die niet alleen in het zogenaamde bloesemakkoord staan, maar vooral ook onze wensen en ideeën waarmee we deze periode u hebben kunnen overtuigen om ook beleid op te maken. Om te buigen of zelfs verder aan te scherpen. Dit wel of niet met behulp van andere oppositiepartijen. Het doet ons duidelijk een signaal afgeven aan onze kiezers en toekomstige kiezers die vanmiddag en vanavond kunnen kijken via streaming of uitzendingen via Stadstv Tiel. Ook om duidelijk te maken dat we hier voor de burgers van Tiel ons werk doen. Politiek maken, plannen initiëren, discussiëren en gevoelens, wensen en gedachten van onze gemeenschap proberen door te geven. Vervolgens dit verder vorm te geven in beleid. We hebben inderdaad een verkiezingsprogramma opgesteld met 10 speerpunten waarvan wij er vanmiddag enkele willen belichten en in een perspectief willen plaatsen. Ten eerste, zorggeld blijft bestemd voor zorg. Dankzij de PvdB heeft de gemeente Tiel nu een reserve sociaal domein gevuld met 2,6 miljoen zorggeld. Onze motie heeft indertijd voorkomen dat een deel van dat geld verdween in de algemene reserve. En dus beschikbaar blijft voor mensen die juist die zorg nodig hebben. Als tweede voorbeeld noemen wij het gewijzigde aanstedingsbeleid, waardoor bedrijven uit Tiel en omgeving voorrang krijgen bij gemeentelijke aanbestedingen. Wij zorgen voor onze burgers en onze ondernemers. Prominent in onze speerpunten staat genoemd dat wij voor het behoud van schoolzwemmen zijn. Vanavond dienen wij hiertoe een amendement in om dit mogelijk te maken. Misschien een vernieuwend amendement waarbij wij cofinanciering vanuit de maatschappij voorstellen, waardoor zo'n belangrijk onderwerp als schoolzwemmen kan blijven bestaan. En ook nog eens de bezuiniging ingeboekt kan worden, wat wij ook als raad wensen. En waar een wil is, is een weg. De brug tussen de burger en de politiek staat deze dagen ernstig onder druk. We krijgen steeds meer boze mensen die zich onbegrepen voelen door politieke keuzes die worden gemaakt. Wij willen die band het liefst met alle partijen uit de raad verstevigen en de betrokkenheid over en weer borgen. Daarom onze motie burgerparticipatie, waarbij wij het college verzoeken om actief met de werkgroep vergaderprotocollen na te denken over hoe de burgerparticipatie een duidelijkere rol kan krijgen binnen onze raadstructuur. Over een aantal punten maken wij ons nog steeds zorgen. Wat is de status bijvoorbeeld met de illegale bomenkap op het Maasglasterrein, waarover wij indertijd een motie hebben ingediend? College, heeft vervolging plaatsgevonden en zijn er nieuwe bomen geplaatst? Wat ons ook zorgen baart is de grote hoeveelheid dossiers die in beslotenheid worden besproken en besproken zijn. We noemen als voorbeeld Reuvers, Westluidersepoort, het dossier van Wanrooy en eventuele conflicten met aannemers. Wij voelen ons zeer beperkt in het kunnen verantwoorden van keuzes die in het geheim worden of zijn genomen. Dit staat op gespannen voet met ons democratisch stelsel. Partij van de Burgers staat voor transparantie en openheid om ook de burger mee te kunnen nemen in besluitvorming. Een motie van deze strekking zal later vanavond aangeboden worden. Is het college bereid en voornemens met de raad opnieuw in de discussie te gaan over het betaald parkeren in het centrum van onze stad in de avonduren? Wij vinden dit legitiem.
omdat er sinds het genoemde besluit bijna 7 jaar geleden, namelijk 7 februari 2010, zoveel veranderd is in omstandigheden. Zoals de veranderende functie van het centrum, waarin ook wonen en onze economische omstandigheden waarmee de middenstand en de horeca kampt, daarin van belang kan zijn. Wanneer mogen wij dit op de agenda van de commissie ruimte terugzien en is dat ruim voordat de parkeergarage geopend wordt? Voor de rest, raad en college, dienen wij nog een motie in om de WhatsApp als laagdrempelig communicatiemiddel van burgers naar gemeente in te zetten. Er één over verspilling van overheidsgeld tegen te gaan. En dienen wij samen met andere partijen moties in over inclusieagenda, woonbeleid, tiny houses, steenbreek, motie accountant, een regenboogloper en sociale wijkteams. En de rest van de moties die zullen in het tweede deel van de vergadering over gediscussieerd worden. Ik dank u. Dank u wel. Ook netjes binnen de tijd. Althans, wij zitten nog met een mysterieuze kracht. We hebben toegeleid dat onze posities zijn omgewisseld. De microfoons, je ziet het in beeld. Dat betekent dat de griffier en ik nu even van plaats gaan wisselen. Want anders komt de hele vergadering niet in beeld. Dat doe ik me van... Ja, dat is... Ja. En gelet wat ik verteld heb over de kledingafstemming, zou dat jammer zijn. Schuif jij maar door, met je Kijk. Hou de bordjes. Oh jee. Is alles nou in orde? Ja. Ja, ik moet even wennen aan mevrouw Under. Moet ik, toch, ik ga zo nu dan om het katheder heen buigen om u toch te kunnen zien. Het spijt mij. Ik merk wel dat ik hier op deze plek veel meer ruimte heb. Wij zijn toe aan de volgende fractie. Dat is de fractie van D66. En de heer Zuidema staat al klaar met dank u, voorzitter. Beelden. Gaat uw gang. Ja, het was even spannend wie er in beeld zou komen bij dit knopje. Ik heb er zelf voor gekozen niet in beeld te komen. Welkom allemaal. En D66 wil het verhaal ophangen aan 3 krachttermen: optimisme, verbinding en daadkracht. 3 begrippen die voor D66 bepalend zijn voor de koers van de komende periode. En om de spanning maar meteen een beetje te breken, D66 neemt de tweede voortgangsrapportage voor kennisgeving aan en kan instemmen met de begroting voor 2017. Het water staat ons, wat ons betreft, dus niet aan de lippen. Tiel ligt op koers, maar de financiële positie van de gemeente blijft natuurlijk wel aandacht vragen. Terughoudendheid in het uitgavenpatroon is dan ook geboden, al was het maar in het kader van de accountantscontrole. En hier onderschrijft D66 de opmerkingen in de algemene beschouwingen van het college. Om even meteen maar met een motie te beginnen, althans een stukje uitleg. De VVD heeft een motie van de Friese Marre die zich richt op de wet en regelgeving op het punt van dubbele controles bij gemeenschappelijke regelingen en deelnemende gemeenten om die aan te passen. Door deze motie en onze recente ervaringen met accountantscontrole zijn we op zoek gegaan naar, nou, laten we het even noemen, laaghangend fruit in die controles. En daarbij liepen we er tegenaan dat er met de regio al een efficiëntievoordeel is geboekt door een gemeenschappelijke controle, bijvoorbeeld voor de zorgleveranciers. Wij denken dat een dergelijk voordeel ook bij een aantal gemeenschappelijke regelingen haalbaar is en vragen het college dit uit te zoeken in onze gemeenschappelijke motie met de VVD.
De huidige wet en regelgeving verplicht de accountant van Tiel weliswaar om de gemeentelijke of de gemeenschappelijke regio's te betrekken bij hun controle, maar heeft daarbij ruimte in welke mate dat gebeurt. En aangezien we veel vertrouwen hebben in controles van onze gemeenschappelijke regeling, willen we dat de accountant deze controles tot een minimum beperkt. Wij vragen in deze motie de auditwerkgroep ook om dit bij de accountant aan te kaarten. Het gaat dus om laaghangend fruit, dat beseffen we ons goed, maar alle kleine beetjes helpen. Er zal nog heel wat water door de Waal gaan voordat we alle bezuinigingen hebben gehaald en er weer grote stippen op de horizon kunnen worden gezet. Maar ik kom daar zo dadelijk nog even op terug welke stippen dat kunnen zijn. Goed, optimisme dus. Het armoedebeleid staat wat ons betreft stevig op de kaart. De nieuwbouw van de MAVO van RSG Lingen College start binnenkort. En voor de realisatie van de West-Luinse Poort is de eindsprint ingezet. Bovendien staat de realisatie van de wielerbaan inmiddels als een paal boven water. De grond is daar aan het inklinken en er komt een prachtige baan van de grond. Interessant te vermelden dat we dit project met een knap staaltje burgerparticipatie van de grond hebben gekregen. We kijken terug op een aantal, behoorlijk aantal, zeer geslaagde evenementen van internationale allure in onze gemeente. De profronde, Appelpop, het Fruitcorso, Jazzy Tiel, waar een kleine stad groot in kan zijn. En natuurlijk valt er altijd wat te zeuren over wegafsluitingen, kleine incidenten, kostenoverschrijdingen. Maar wat een fantastische prestatie van de organisaties, de talloze vrijwilligers, het ambtelijk apparaat, hulpdiensten, sponsoren en van onszelf, van de politiek. D66 kiest nadrukkelijk voor een veelheid aan evenementen. Ik kom daar zo nog even op terug. Want de onderscheidende functie van Tiel, ik zeg het nog maar een keer, zijn naast onderwijs, zorg en regiofuncties die evenementen. Inwoners kunnen zich hier als een vis in het water voelen. Dan verbinding. Burgerparticipatie, hoe moet dat nou? Politiek handelen, hoe verandert dat? Meneer Van den Burg refereerde daar ook al aan. De ambtelijke organisatie buigt die wel voldoende mee. De inwoner komt steeds meer aan zet. Maar we moeten die veranderingen wel samen vormgeven. Klein voorbeeldje. Van winkelcentrum Rauwhof en van tankstation De Total aan de Rivierenlandlaan naar het ROC lopen twee sporen. Twee sporen van zwerfvuil. Vooral aan de rechterkant van de weg. De weg naar school. Een paar keer per week loopt daar een wat oudere Tielenaar met een plastic zak en een prikstok de openbare ruimte schoon te maken. Lekker makkelijk zou je kunnen denken. Bijna vanzelfsprekend. Maar dat is het natuurlijk niet. Op veel plaatsen zien we bijplaatsing van afval bij vuilcontainers. In de binnenstad, bij flats, bij winkelcentra. De Avri neemt het wel mee. Als die langskomt zou je kunnen veronderstellen. Lekker makkelijk lijkt dat. Maar dat is het dus niet. We moeten dit probleem in gezamenlijkheid oppakken, niet alleen wijzen naar de Avri, maar in gesprek gaan met elkaar en oplossingen zoeken, anders blijven we water naar de zee dragen. Samen met de wijkregisseurs, betrokken inwoners en ambtelijke ondersteuning kan Tiel nog veel aantrekkelijker worden. Daar is nog heel wat ontregeling voor nodig wat D66 betreft. Maar ook betrokkenheid van inwoners, meer doorzettingsmacht van de wijkregisseurs is nodig. Wat ons betreft mag de Raad steviger op zoek naar het faciliteren en uitbreiden van de participatie van onze inwoners. Stevige wijkcentra en veilige wijkteams zijn de kracht van onze samenleving. Daar gebeurt het. Daar ligt een voedingsbodem voor echte, maar ook voor nieuwe democratie. De uitwerking van het jaarthema voor 2017, Wonderschoon Wonen in Tiel, kan daar van grote betekenis zijn op diverse gebieden. Ook dit thema betekent doorpakken op eerder gezette initiatieven op een veelheid beleidsterrein. Dan daadkracht. De West-Luinse Poort is bijna klaar en we volgen kritisch de bedrijfsvoeringsorganisatie die hiervoor in samenwerking met de bibliotheek, de plantage en Agnietenhof wordt uitgewerkt. Cultuureducatie en amateurkunstbeoefening zijn echter uitdrukkelijk voorbehouden wat ons betreft aan de plantage en mag geenszins een bijproduct van de Agnietenhof worden. Geen gemorrel aan het cultuuraanbod, dus ook niet aan de organisatie daarvan. De vraag die bij ons opkwam is, kan het college aangeven wat er gebeurt nu het convenant met plantage en Agnietenhof afloopt? Zijn hier nieuwe ontwikkelingen te melden? En een andere vraag, zijn identiteit en met name de doekracht van de plantage voldoende geborgd?
En ik zeg het nog maar eens een keer, cultuur, toerisme en evenementen zijn de onderscheidende functies van Tiel als regiostad. En natuurlijk, we hebben grote werkgevers in onze gemeente. En we faciliteren ook initiatieven die stad en regio versterken. Maar Tiel kan regionale ontwikkelingen niet alleen vlot trekken en is als een van de 10 gemeenten niet sterk genoeg om dit alleen te doen. Niet achteroverleunen dus, daar krijgen we spijt van, want de provincie is nu volop bezig met beleids- en planvorming. Gisteren bleek nog bij de bijeenkomst in Maurik van de regio dat er ruim 200 miljoen is vrijgemaakt extra om aandacht te besteden aan die corridor. Maar die corridor loopt wel van Rotterdam naar het Roergebied. En wij moeten zorgen als klein spelertje in dat veld om ons daar zichtbaar te maken. En vertrouwen in elkaar, zowel intern in processen, maar ook extern richting provincie, zijn daar van essentieel belang. De vraag die we hierbij aan het college stellen is: hoe denkt het college de Tielse Raad en de regio te betrekken bij deze ontwikkelingen? Oftewel, hoe kan de Raad volledig in zijn kracht worden gezet? Nou liep ik vorige zomer toevallig in Brielle, om nog even bij die daadkracht te blijven. Daar was een kunst- en cultuurevenement in volle gang. En wat viel me daarop? Een schone stad, in elke straat, soms in huiskamerniveau, een aantal activiteiten voor elke leeftijdsgroep, uitnodigend programma, plattegrond, geen toeters en bellen, maar activiteiten die passen bij de schaal van het stadje Brielle. Mijn eerste gedachte daar was: het kan niet anders of de binnenstadsondernemers zitten hier op één lijn met hun binnenstadsmanager. Hoe eenvoudig kan het leven zijn? D66 liep nog ergens tegenaan. Geen echt politiek onderwerp, maar een beleidsnotitie uit 2012. Die houden we tegen het licht en we dienen straks een motie in over het behoud van een heel klein stukje werkgelegenheid. En dat gaat over bestuurlijke boetes die we niet via het Centraal Incassobureau, maar ook zelf zouden kunnen gaan innen als we dat goed organiseren. Bij de motiebehandeling kom ik daarop terug. Als het gaat om daadkracht moeten we ook durven beslissen op een aantal lastige onderwerpen. Schoolzwemmen is wat ons betreft echt een verantwoordelijkheid van de opvoeder. Toch vindt ook D66 het van groot belang dat elk kind in onze gemeente een zwemdiploma kan behalen. Hier past wat ons betreft echter geen generieke of ingewikkelde oplossing van gemeentewegen. D66 vindt het belangrijk dat zwemles voor kinderen van minder draagkrachtigen geborgd blijft, middels bijvoorbeeld het kindpakket in het armoedebeleid. Dan tot slot, na alle waterige metaforen, het zwembad. Deze raad heeft de wethouder met een opdracht op pad gestuurd, eigenlijk gespeend van bijna elke realiteitszin. We willen een zwemparadijs, u krijgt geen geld mee. Oh ja, het moet structureel enkele tonnen goedkoper. De kruik gaat zo lang te water tot die barst. Het zwembad kan wat ons betreft echt wel geprivatiseerd, maar misschien is er meer tijd nodig en moet de gemeente de helpende hand bieden. Door buiten de kaders te denken, de markt tegemoet te komen in regelgeving en bestemmingsplan is nog heel veel mogelijk. En D66 begrijpt dat het college voorstelt hier niet de volledige bezuinigingen in te boeken, maar daar wat van af te doen. In dit kader is D66 er nog steeds van overtuigd dat een regionaal zwembad, zwemparadijs, zwemwater, belevingscentrum, te realiseren zou moeten zijn. Wellness aan de Waal, Betuwse fruitbaden, Flipjes Petterpark, noem het wat. En wat ons betreft zou dat een eerste samenwerkingsproject kunnen zijn met de omliggende gemeente. Intussen zitten we niet stil. We zien stippen op de horizon. Kleine en groot. De buren support. Samenwerking met voortgezet onderwijs en ROC. De Waalkade. Nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Zandwijk support. Nauwere samenwerking tussen sociaal-culturele instellingen en het onderwijs. Regionale samenwerking, dus ook op bestuurlijk niveau. En accountantscontrole zonder kapitaalvernietiging. In Tiel zijn nog veel interessante dingen te doen. D66 is nog niet klaar. D66 heeft er veel zin in. Dank u wel. Dank u wel. Dan is dan het woord aan de fractie van GroenLinks, mevrouw Under. Even pieren met dat ding.
Nee, oké. Okay. Ja, voorzitter, dank u wel. Dit zijn mijn derde algemene beschouwingen. Bij de eerste twee was ik, naar mijn mening, redelijk mild richting het college. Dit jaar word ik wat kritischer. Want sommige dingen moeten naar onze mening echt anders. Sommige dingen zijn onbegrijpelijk en sommige keuzes leiden tot oneerlijkheid. Er is volgens ons een verandering nodig. Vorig jaar begon ik mijn beschouwingen over het begrip burgerparticipatie. Ik kreeg het idee dat we als raad en als college wel een idee hadden over wat het begrip burgerparticipatie precies inhield. Nu kom ik daarvan terug. Er wordt bezuinigd op het onderhoud van wijkaccommodaties en wij noemen dat burgerparticipatie. Er wordt bezuinigd op speelvoorzieningen en wederom noemen wij dat burgerparticipatie. Wij dwingen een verandering af bij mensen en verwachten dat zij dat met gejuich aannemen. Als GroenLinks begrijpen we dat er meer wordt verwacht van de burgers. Dat wij als maatschappij ook moeten veranderen. Dat we niet alles meer kunnen verwachten van de overheid. Waar we absoluut geen begrip voor hebben, is het bezuinigen zonder visie en dit burgerparticipatie noemen. Sleutelbegrippen zijn co-creatie, intrinsieke motivatie en samen. In beide voorbeelden die ik net heb aangekaart, zijn deze begrippen zoek. Wij roepen hierbij het college dan ook op om bezuinigingen geen burgerparticipatie meer te noemen, maar gewoon zoals het is, bezuinigingen. Dit was onze eerste verandering. Waar we de bezuinigingen als maatschappij het meest voelen, is in het sociaal domein. Er is een toename van het aantal verwarde personen. Men weet niet meer waar deze mensen moeten aankloppen. Er zijn heel veel dingen misgegaan bij Veilig Thuis. Schuldhulpverlening begint nu pas op gang te komen, maar ook daarin voorzien we een toename van mensen die deze hulp hard nodig hebben. En volgens een rapport van het Nibud zijn de zorgkosten voor mensen verdubbeld. Allemaal zorgelijke ontwikkelingen. We hebben bijvoorbeeld nog steeds geen zicht op de kosten van de decentralisaties, want we hebben alle facturen nog niet binnen. Hoe kunnen wij op deze manier onze controlerende taak uitoefenen? Gelukkig hebben we hiervoor een reserve aangemaakt. Een reserve waarvan we denken dat we die hard nodig gaan hebben. Wil het nou zo zijn dat er een beroep wordt gedaan op die reserve voor de reparatie van personele kosten in de schuldhulpverlening? We zijn bang als GroenLinks dat er vaker een beroep gedaan gaat worden op deze reserve. We willen deze reserve alleen inzetten voor directe kosten in het sociaal domein. Geen indirecte kosten zoals personeelsproblemen wegens ziekte. Hierom roepen wij het college dan ook op om niet meer met zulke voorstellen te komen. We weten dat onze wethouder financiën erg goed is in het herverdelen van geld of het dichten van gaten, maar niet ten koste van zorggelden. Wij maken ons ook grote zorgen om de mensen in de minima. Na een hele lange tijd hebben we vorige week eindelijk in de commissie samenleving een start gemaakt met de discussie over het minimabeleid. Wat ons als GroenLinks meteen opviel, is dat er alleen voorstellen in staan die ondersteuning bieden aan 110% van het minima. Dat is ook logisch, aangezien er destijds als raad voor een grens van 110% is gekozen. Deze kunnen we eventueel opwekken naar 120% of 130%. Dat is onze eigen keuze als raad en ook een politieke afweging. Misschien moeten we dat ook een keer aangaan met z'n allen. Maar die keuze van 110% betekent niet dat we geen ondersteunende of preventieve maatregelen hoeven te bieden aan 120% of 130% van de minima. Juist nu is gebleken uit de Nibud-rapportage dat het grootste risico op armoedeval bestaat bij de groep van 120%. Onze concrete vraag aan het college is dan ook, heeft het college een visie op hoe ze gaan voorkomen dat de 120% van het minima in een armoedeval terechtkomt en uiteindelijk deel gaat uitmaken van het hele minimabeleid? In link met de minima is ook het hoge bijstandscijfer in Tiel. Als Tiel blijven boven het landelijke gemiddelde hangen. Tevens zijn we dit jaar ook weer afhankelijk van de extra gelden die we landelijk ontvangen. De werkloosheid in Tiel daalt, maar het blijft lastig om een daling te creëren in de bijstand. Landelijk is er toestemming gegeven om te experimenteren met de participatiewet. Er is wat meer ruimte in de wet om soepeler om te gaan met regels en te kijken of het een verandering teweeg kan brengen voor mensen in de bijstand. Als GroenLinks hebben we gesprekken gehad met de werkzaak, met de ambtenaren en verschillende partijen om te gaan kijken of wij deel zouden kunnen nemen aan het experiment. Maar helaas was daar geen meerderheid voor te vinden. Wegens verschillende redenen zoals financiën, tijd of de rigide regels van het experiment zelf. Dit vinden wij teleurstellend als GroenLinks. Het gaat namelijk ook om keuzes maken. We investeren heel veel tijd en geld in nieuwbouw van scholen, in parkeergarages en nog meer stenen gebouwen. Maar we doen wat moeilijker als het gaat om investeren in de mens. Als GroenLinks blijven we de landelijke ontwikkelingen op dit vlak in de gaten houden. Recent is er nog een motie aangenomen die aangeeft dat gemeentes zelf de regie moeten hebben over het experiment die ze willen voeren. Dit geeft ons nog meer ruimte om naar ons eigen inzicht te kijken wat het beste zou kunnen zijn voor Tiel en voor de mensen in de bijstand. We zullen daarom ook later in het jaar in samenwerking met de werkzaak eventueel kijken naar meer ideeën. De derde verandering die we willen teweegbrengen gaat over de klimaatdoelstellingen van Tiel. We durven als Tiel geen voorloper te zijn als het gaat om duurzame initiatieven en innovatieve ideeën.
Onze motie Ambitie Modern Bouwen heeft het college opgevat als het toejuichen van marktinitiatieven. Wij verwachten als GroenLinks een actievere houding dan aan de zijlijn te gaan staan en te gaan klappen voor deze marktinitiatieven. Dit is onze taak als gemeente, te zorgen voor een toekomst voor onze kinderen. We komen hierom dan nu ook met een zeer concreet plan voor het college. We hebben een heerlijke warme oude wijven nazomer, of Indian Summer, zoals dat in het modern Nederlands heet. Maar we gaan nu toch echt weer de koude periode in. Het is dan gemakkelijk om lekker comfortabel je slimme thermometer geruisloos zijn werk te laten doen en niet na te denken over wat voor ontwrichtende impact de gaswinning op de Groningse huizen en huishoudens heeft. Maar we hebben toch allemaal een steentje bij te dragen in het verminderen van ons gasverbruik. Het spreekwoordelijke laaghangend fruit wat geplukt kan worden is het bouwen van huizen zonder een gasleiding. De technieken zijn er zeker en ook, mits men dit goed aanpakt, betaalbaar. Dit is volgens GroenLinks echt een rol voor de gemeente. Op de Nederlandse Klimaattop hebben dan ook 77 gemeenten een convenant getekend om vanaf 2030 geen nieuwe bouwwoningen te bouwen met gasleiding. Zij gaan zelfs zo ver om te streven naar het ombouwen van bestaande wijken naar gasloze wijken. Tiel moet ook hier haar verantwoordelijkheid innemen en niet de gordijnen dichttrekken en lekker onwetend tegen de CV aan gaan zitten. Daarom dienen wij onze motie gas terugnemen in. Ik rond mijn bijdrage weer af met een link naar burgerparticipatie. Ik zei dat de initiatieven zijn die ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie. Vanuit een roep van de burgers dat het anders moet. Dat zij het ook anders willen zien en misschien zelfs ook beter kunnen. Als GroenLinks zijn we een tijd geleden benaderd door een zeer enthousiaste groep mensen die anders willen wonen. Zij willen kleiner en duurzamer wonen. Zij willen hun voetafdruk die ze achterlaten op de wereld aanzienlijk verkleinen. Ik heb het over de tiny house beweging in Tiel, oftewel woondromers. Ze voelen zich niet meer thuis in de kleurloze projectmatige woningbouw die er tegenwoordig wordt neergezet. Men wil radicaal anders gaan wonen, maar dit wordt hen niet geboden. In de presentatie die we laatst hebben gehad van het college over het woonbeleid in Tiel is ook gebleken dat er geen initiatieven zijn over dit soort huizen en ideeën. Het gaat steeds om dezelfde voorstellen. Daarom is er in de vorm van Tiny Houses Tiel een mooi burgerinitiatief opgezet tot het realiseren van kleine, moderne, duurzame woningen. Ze lopen echter tegen de regeltjes aan van de overheid en gemeente die meestal leidt tot kleurloze projectmatige woningbouw. Wij vinden dat Tiel dit soort initiatieven dient te koesteren en steunen daarom en te steunen. En daarom dienen wij vanavond uiteindelijk onze motie Tiny Houses Tiel in. We hopen ook ten behoeve van de duurzaamheidsdoelstellingen en het ondersteunen van burgerinitiatieven dat we als Tiel deze stap durven te zetten en mee gaan werken aan nieuwe en innovatieve woonvormen. Voorzitter, ik eindig mijn bijdrage zonder iets gezegd te hebben over het fietsen, maar dat komt zeker nog op een later moment terug. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee zijn we toe aan de fractie van de VVD, de heer Van Gurp. Goedemiddag. In het Bloesemakkoord hebben we afgesproken dat samen centraal moet staan. Samen met de inwoners van onze stad. Daarom zijn we als VVD ook verheugd dat we langzamerhand zien dat dit samen ook vruchten begint af te werpen. De diverse initiatieven krijgen gestalte. Buurtpreventie is een voorbeeld waarin inwoners samen met maatschappelijke partners zorgen voor meer veiligheid in hun directe woonomgeving. Ook de wijkregisseurs vervullen een goede opmaat in het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en burgerinitiatieven. Wijkregisseurs vervullen een belangrijke functie in onze samenleving. Ze hebben een goed faciliterend vermogen en dienen goed te communiceren en fungeren als ogen en oren van de wijk. Een heel goed voorbeeld is ook het in de laatste raad aangenomen voorstel van de ambassadeurs van Tiel om in gesprek te gaan met inwoners over de toekomst van onze gemeente. Ook dit is een initiatief dat de fractie van de VVD van harte ondersteunt. We zien het onderzoek naar het oprichten van een initiatievenfonds Trots op Tiel met meer dan gemiddelde belangstelling tegemoet. De woningmarkt is aan verandering onderhevig. Na jaren van recessie zit de markt weer in de lift. Huizen worden gelukkig weer volop verkocht. In heel Nederland, dus ook in Tiel, is het voor mensen die een zogenaamd middeninkomen hebben heel moeilijk om een huis te vinden. Voor een sociale huurwoning komen zij niet in aanmerking. Maar ook voor het verkrijgen van een hypotheek. Ook het verkrijgen van een hypotheek is lastig. En zodoende is het extra moeilijk een woning te kopen.
Bijkomend probleem is dat mensen met een middeninkomen die nu in een sociale huurwoning verblijven, dus ook niet kunnen doorstromen, waardoor de huizenmarkt te weinig beweging vertoont en doorstroming te weinig plaatsvindt. Daarom vragen wij aan het college om met een actieplan te komen. Een plan om een aanvulling op de woonvisie de huizenmarkt te onderzoeken. Ook zien we graag dat in dit plan de ontwikkeling van levensloopbestendig wonen wordt meegenomen. Wij dienen hierover dan ook samen met CDA, D66, PVDA, ChristenUnie, PVDB en Sociaal Tiel een motie in. Als we instemmen met deze begroting, kunnen de extra camera's die uitermate belangrijk zijn voor de veiligheid van onze stad worden geplaatst. Wat de VVD betreft kan dit niet snel genoeg gebeuren. Veiligheid blijft bij ons hoog in het vaandel staan. We onderschrijven dan ook de voornemens die het college heeft om op de ingeslagen weg de veiligheid in Tiel te vergroten. Recent verscheen er in het nieuws een bericht over spookburgers. Jongeren en jongvolwassenen waarvan niet bekend is wat ze uitvoeren. Zover bekend hebben deze jongeren geen baan, ontvangen geen uitkering, staan niet ingeschreven bij het UWV, gaan al langere tijd niet meer naar school en beschikken dus ook niet over een startkwalificatie. Mogelijk zouden zij zich ophouden in het criminele circuit. Onze vraag aan het college is, hebben wij in Tiel in beeld hoeveel van deze jongeren in onze stad wonen? En hoe proberen wij hen te stimuleren wel deel te nemen aan onze maatschappij? De VVD blijft grote zorgen houden over de hoge werkeloosheid en het grote aantal mensen dat bijstandsgerechtigd is. Een veel te groot aantal mensen blijft maar aan de zijlijn staan. Veel geld wordt gestoken in de ontwikkeling van de werkzaak. Maar wat is concreet de effectiviteit van geld en menskracht? Door bundeling van krachten zouden goede resultaten moeten worden behaald en moet het mogelijk zijn veel meer mensen aan passend werk te helpen. Het nu gunstige arbeidsklimaat als gevolg van het aantrekken van de arbeidsmarkt moet een boost geven. Het aantal nieuwe vacatures ten opzichte van een jaar ervoor lijkt te stijgen. Het aantal vacatures dat open staat is ruim 700. Maar het totaal aantal uitkeringen vertoont volgens de ons bekende gegevens nog geen daling. Het aantal werkeloos werkzoekenden blijft in Tiel onveranderlijk hoog. Wat gaat het college hier samen met de werkzaak aan doen? Vanaf 2017 gaat het welzijn in Tiel er anders uitzien. Maar hoe? Dat weten we eigenlijk nog niet. We verwachten van het college dat de raad goed wordt meegenomen in het proces en dat we tijdig en regelmatig geïnformeerd worden over de stand van zaken. Het uitgangspunt dat burgers volwaardig meedoen aan onze maatschappij onderschrijven wij. En degenen die hulp nodig hebben, dienen dat ook te krijgen. Die hulp moet laagdrempelig en dicht bij huis te vinden zijn. De afgelopen tijd is onze raad steeds geconfronteerd met wijzigingen in de begroting van GGD en als onderdeel daarvan Veilig Thuis. De VVD is van plan om de komende tijd de GGD bijzonder nauwlettend te volgen. En we zullen er ook niet meer voor schromen tegen te stemmen als deze gemeenschappelijke regeling met voorstellen komt die de gemeente weer extra geld gaan kosten. Zonder dat we er voor 100% zeker van zijn dat het geld verantwoord wordt besteed. De invloed van de raad blijkt ook hier weer miniem. Een voorbeeld van een gemeenschappelijke regeling waar je als raad altijd maar moet afwachten wat een algemeen bestuur besluit. Als raad heb je steeds het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Besluiten zijn genomen en wij staan feitelijk aan de zijlijn. We uiten onze zorgen, maar we worden niet gehoord. Wat betreft de financiële aanpassingen die in de begrotingen verwerkt zijn, het volgende. Het voorstel om het evenementenbudget met 25.000 euro te verhogen kunnen we niet ondersteunen. Wij zijn van mening dat u, college, dit in het huidige budget zal moeten vinden. Ook het extra benodigde budget voor juridische ondersteuning roept bij ons vragen op. U geeft aan dat er sprake is van een structurele ontwikkeling. Waar gaat dit dan om? Is de gemeente in meerdere juridische processen verwikkeld? De ingeboekte bezuinigingen op de buitensportaccommodaties worden niet behaald. Gesprekken verlopen moeizaam. Hoe reëel is het dat opgelegde bezuinigingen in 2018 dan wel worden gerealiseerd? De VVD vindt het van groot belang dat de financiële huishouding van onze gemeente op orde blijft. We willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het uitgeven van geld. Elke euro die wordt uitgegeven is immers belastinggeld. Het solvabiliteitspercentage dat aangeeft in welke mate de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen, is laag. In 2018 is de verwachting dat dit percentage zal dalen naar 18%, terwijl een getal tussen de 25 en 40% toch eigenlijk als een minimum wordt gezien.
We zullen dus echt, financieel gezien, pas op de plaats moeten maken. Nieuwe uitgaven zal de VVD uiterst kritisch bekijken. Wij zijn er dan ook voorstander van eventuele incidentele baten deze aan te wenden om onze financiële positie te verstevigen. Tot slot. We zijn er trots op in Tiel te wonen. Trots op onze inwoners die gemotiveerd bereid zijn handen uit de mouwen te steken om er samen voor te zorgen dat Tiel een stad is waar het goed wonen is, goed werken is en ook goed ontspannen is. Dank u wel. Dan komen we bij de fractie van de ChristenUnie, mevrouw Stoetenvlag. Geachte voorzitter, leden van de raad en stadgenoten. Grip. Dat was het kenwoord van de trendrede. Deze wordt jaarlijks in januari uitgesproken en is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Zij willen door analyse van trends belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische groei van Nederland. Graag haal ik wat uit de trendrede naar voren. Grip. Is het woord voor 2016. We zijn hem kwijt. Dat is recent nog wel gebleken. We vieren de stapjes te weinig, omdat er altijd wel ergens iemand struikelt. Kleiner en flexibeler heeft de toekomst. We wensen een menselijke maat. Tijd is aandacht. Aandacht geeft betekenis. En betekenis zorgt voor grip. Na 2 decennia nadruk op ik. Succes, selfies, efficiëntie en het bijbehorende ongeduld neemt de behoefte aan het zelfoverstijgende toe. Voel ik nog binding met anderen, met een idee? U begrijpt dat dit laatste de ChristenUnie ook bijzonder aanspreekt. Wij spreken dan ook van hoop. Als gemeentebestuur zijn we op zoek naar onze inwoners. Hoe vinden wij elkaar beter en hoe versterken we elkaar? Met de wijkregisseurs en ambassadeurs kunnen we de eerder genoemde stapjes vieren. Het organiseren van de bereidheid om wat voor anderen of de samenleving te doen is erg belangrijk. Dat blijkt ook uit uitspraken van Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau met betrekking tot bezorgde burgers. Mensen hebben de neiging elkaar te bevestigen in hun negativiteit, terwijl veel boze burgers het in de praktijk van hun eigen leven best goed hebben. Maar er is ook een groep, met name laagbetaalde en laagopgeleide, die te maken hebben met een stapeling van problemen. Het is te begrijpen dat zij meer moeite hebben met ontwikkelingen in de samenleving. Oude solidariteitsbanden zijn verloren gegaan. Je wordt nu zelf verantwoordelijk gehouden voor je situatie. Daardoor kennen mensen meer schaamte, maar ook boosheid en onmacht. Volgens het SCP vindt 2/3 van de Nederlanders het de verkeerde kant op gaan met het land. Deze groep is te verdelen in bezorgde of boze burgers of burgers vervuld van onbehagen. Bezorgdheid komt voort uit betrokkenheid en leidt er vaak toe dat mensen in beweging komen. Boosheid hoeft geen probleem te zijn, maar wordt vaak gevoed door grote woorden die mensen uit de media halen. Ze krijgen dan het idee dat ze een beetje nijdig moeten zijn, omdat anders niet naar hen wordt geluisterd. En geldt het soms ook niet in de raad. De moeilijkste categorie is die van onbehagen, omdat die zo ongrijpbaar is. Bij een harde kern slaat die om in fatalisme. Je kunt er toch niks aan doen. En men doet vervolgens negatief over politiek, zorg, Europa, vluchtelingen en dergelijke. Wij moeten deze mensen niet in hun onbehagen bevestigen. We kunnen alleen concrete problemen aanpakken, goede dingen doen, uitleggen wat we doen en onjuiste beelden bestrijden. Alleen zeggen, wij herkennen ons niet in uw verhaal, is hierbij zeer onvoldoende. Laten we de democratie zijn
die ook luistert naar minderheden en eerlijk is over de problemen en de onmogelijkheid van sommige oplossingen. Laten we als politiek naar onszelf kijken. Wat is onze echte drijfveer? Sturen we op klanttevredenheid of op euro's? Gaan we nog voor het algemeen belang? Kleiner en flexibeler heeft de toekomst. Naar de toekomst kijkend zien we de nieuwe omgevingswet op ons afkomen. De omgevingswet en de bedoeling ervan passen bij de visie van de ChristenUnie, waarin de samenleving aangesproken wordt op eigen ontwikkelkracht. En het past bij een overheid die niet van bovenaf alles regelt en bepaalt, maar vooral eerst gaat luisteren en beleid en plannen van onderaf tot stand laat komen en streeft naar minder regels. Ik hoop dan ook dat er voldoende urgentiebesef aanwezig is en op tijd wordt begonnen met borging in de organisatie. Het gaat daarin om meer dan bestemmingen en milieunormen. Integraliteit, burgerparticipatie en duurzaamheid worden leidend. De omgevingswet zet sterk in op het direct aan de voorkant betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij ruimtelijke initiatieven. Door direct mee te praten komt alle beschikbare kennis en informatie boven tafel en ontstaat draagvlak. Grip op het klimaat. Ook in Tiel blijven we zoeken naar oplossingen in verband met klimaatverandering. Vergroening van zowel de openbare ruimte als de particuliere tuinen kan daaraan bijdragen. Door verstening van tuinen neemt de temperatuur in de stad toe en het heeft nadelige gevolgen voor afvoer van neerslag via het riool. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust. Om bij te dragen aan bewustwording van het nut en de noodzaak van groen in tuinen, dienen wij een motie in om Tiel aan te melden als deelnemer van operatie Steenbreek. Deze organisatie heeft veel ervaring in het enthousiasmeren van inwoners om hun tuin te vergroenen. Nu ik het toch over het klimaat heb, zou ik nog wel graag willen weten wat concreet wordt gedaan met de aanbevelingen uit de stadsklimaatstudie van de Universiteit van Wageningen. Is het bijvoorbeeld betrokken bij plannen voor de Waalkade? Grip op het sociaal domein. Er liggen ook kansen om vanuit het sociaal domein invloed uit te oefenen op de omgevingsvisie. Een veilige en gezonde leefomgeving, levensloopbestendig, waarin bewoners langer zelfstandig kunnen wonen en die de sociale cohesie bevordert. De ChristenUnie wil graag dat werk wordt gemaakt van levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur, sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning. Ik herinner nog maar even aan actiepunt 7 uit de woonvisie. Uitwerking beleid voor energieduurzaamheid en levensloopgeschiktheid voor de particuliere woningvoorraad. Daarom graag meer actie op de mogelijkheid van opplussen. We wensen een menselijke maat. Tijd is aandacht. En ik hoor u stiekem denken: I see you. Dat de raad op het sociaal domein grip mist, hebben wij onlangs duidelijk gemaakt en zal een volgende raadsvergadering worden besproken. Er ligt ruim 2 miljoen op de plank en wij willen die graag goed inzetten om mensen kansen te geven. Wij zullen die nodig hebben voor de uitwerking van het minimabeleid, huishoudelijke ondersteuning en verbetering van jeugdzorg. Het is misschien mogelijk de eigen bijdrage WMO te verlagen. En afhankelijk van de beantwoording van onze schriftelijke vragen voor beleid rond verwarde personen. Bovendien ligt er van ons nog een aangehouden motie geluksbudget die we na meer financiële duidelijkheid hopelijk volgend jaar kunnen inzetten. Aandacht geeft betekenis. Betekenis zorgt voor grip. Tijd is het nieuwe goud, las ik in de Goot 500 over weldoeners wereldwijd. Zo blijf ik naast preventie hameren op presentie. Oftewel vitamine A en B, aandacht en betrokkenheid. In dit kader zijn wij sterk voor sociale wijkteams. Bij groei naar levensbrede toegang kan ook werk en inkomen worden meegenomen. Zo bevorder je een integrale aanpak. Laat zien dat we met integrale aanpak de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Ook voor ouderen en alleenstaanden. Kwetsbaren en laaggeletterden. Mensen die niet of nauwelijks een netwerk van mantelzorgers kennen. Maar ook voor mensen die naast keihard werken gezin en mantelzorg
tal van vrijwilligersactiviteiten moeten ontplooien voor bijvoorbeeld school, sportvereniging en buurt. Kunt u ons een reactie geven op het feit dat jongerencoaching door Mozaïek steeds minder wordt, omdat er geen doorverwijzing meer plaatsvindt vanuit Samen voor Rivierenland? Dit zouden wij jammer vinden in verband met preventie en aandacht. De samenwerking met zorgverzekeraars komt in Tiel maar moeizaam tot stand. In het land zijn hiervan echter al vele goede voorbeelden te vinden. Tips zijn bijvoorbeeld te vinden in het rapport Opzetten succesvolle samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar, dat ik u straks zal overhandigen. Wij doen dan ook de dringende oproep hier meer werk van te maken naar aanleiding van ons amendement van oktober 2014. Grip op de gemeentekas. Wij hebben kennis genomen van de midterm review van het collegeprogramma. Veel bezuinigingen moesten naar beneden worden bijgesteld, omdat in het Bloesemakkoord risico is genomen en hogere opbrengsten waren verwacht. Zoals de uitbesteding beheer openbare ruimte naar de AVRI, de bedrijfsvoering samen met Culemborg en Geldermalsen, het vastgoedbeheer en de privatisering van het zwembad. Daartegenover staan wel meer uitgaven, bijvoorbeeld voor het Lingencollege. Heeft het college haar hand overspeeld? De trendrede zegt ook behoefte aan het zelfoverstijgende. Ik las, alle grote verhalen worden gewantrouwd. Wat resteert is een grenzeloos subjectivisme. Dit dwingt ons naar binnen te kijken, naar de eigen waarden, wensen en betekenis. Laat ik daarom, zoals u van mij gewend bent, hoopvol afsluiten. Luther zei, al zou ik weten dat de wereld morgen ten onder ging, ik zou vandaag nog een appelboom planten. Hoopvol ben ik, vanuit de overtuiging dat mensen kunnen samenleven, hoe verschillend ze ook zijn, en dat de politiek daar een zinvolle, waardevolle bijdrage aan kan leveren, als smaakmaker, vredestichter, door goed te doen en eerlijk te zijn, en wat de ChristenUnie betreft, in afhankelijkheid van God. Dank u wel. We kunnen u de oproep tot aandacht en betrokkenheid meteen inhoud geven door met elkaar een kopje koffie te gaan drinken of thee. We hebben afgesproken dat we even schorsen, even de benen strekken en dat betekent dat we over 10 minuten hier weer terug zijn.